En dan dit. In een buitenlands magazine kwam ik een groot artikel tegen over dit zeer bijzondere gezin. Rudie en Marlice van Vuren, met hun twee jonge kinderen. Mijn eerste gedachte was, gezien hun namen moet dat een Nederlands stel zijn. Maar nee, ze komen uit het Afrikaanse land Namibië. Maar er is wel degelijk een belangrijke band met Nederland, maar daarover straks. Bij wat ik daarna over ze las, dacht ik alleen maar, die moeten we zien te vinden voor ons programma. Want Rudie, arts van beroep, staat op de lijst van de 10 grootste all-round sporters aller tijden. Hij is de enige in de geschiedenis die in hetzelfde jaar voor zijn land Namibië en in de finals van de World Cup rugby en in de finale van het wereldkampioenschap cricket voorkwam. Rugby en cricket, je zou toch zeggen, het zijn twee sporten die nogal uit elkaar liggen. Maar Rudie haalde in beide de absolute top. Daarnaast zeggen twee foto's van Marlice alles over waar zij zich mee bezighoudt. Inmiddels samen met haar man Rudie, namelijk natuurbescherming, maar hoe? Ze runnen op een terrein van 10.000 hectare een sanctuary. Een grote opvangplek dus waar ze leeuwen opvangen, jachtluipaarden, bavianen. En welke grote dieren al niet, die ofwel gewond zijn of geen ouders hebben. En hun inzet voor het redden van de natuur gaat nog veel verder. Namibië. Land in Zuidwest-Afrika. 20 keer zo groot als Nederland. Als de zon hierop gaat, ontwaken ook de meeste bewoners. En laten de stokstaartjes zich zien. Als ook hun allerjongsten de slaap uit hun ogen geveegd hebben, melden ook de grote jongens zich. In the middle of nowhere, op een klein uur rijden van de hoofdstad Windhoek, verrijst uit het niets een grote boerderij. Hier woont het gezin van Vuren. Binnen zie je meteen een belangrijke tekst. Onthoud dat, voor zover bekend, wij een aardig en normaal gezin zijn. Foto's vertellen al een deel van het verhaal. Van hun liefde voor de dieren. Rudie als held van de jonge Namibiërs. En een foto met Angelina Jolie, die in hun leven een belangrijke rol speelt. En als ook de poes des huizes zich eens komen voorstellen, zien we iets heel onalledaags. De familie aan het ontbijt, samen met een aantal inwonende babybavianen. For the first couple of months, they stay with us in the house, they sleep with us, and it's really important for them to have that social bond with us and also physical contact, because that helps them develop and also fit in very well when they go to the groups. So it's just, it's good for them to have that physical contact. But it's a challenge, must say. For the four of us, it's a challenge to have two extra babies that doesn't sit still. Even verderop vind je het grote opvanghuis voor ontheemde of gewonde dieren. Een video die hier is opgenomen ging direct viral. Het gaat om de verzorging van een trio baby jachtluipaarden. These are three baby cheetahs. This is Shiloh, Odyssey and Wonder. And their mommy, she's still alive, but she's diabetic. And I'm now the mum in the meanwhile. And I have to try and raise them. Door die suikerziekte kan de moeder geen melk produceren. En dus zijn deze jongen volledig afhankelijk van Marlice. Ze moet ze voeren, maar ook met ze spelen, om op die manier hun zintuigen te ontwikkelen. Met de zorg van Marlice en veel inzet is er hoop voor deze welpjes. Voor deze uitzending hadden we contact met Marlice en Rudie. Hello, Rudie. Hello, Marlice. Hello, Ivo. Hello, Ivo. Well, we just showed the baby cheetah video. My first question is, how are the three babies doing these days? They're doing very good. They're not babies anymore. They go out on hunts every day. The future for them will be
not an open ecosystem, which means they can choose where they want to go in Namibia, but they will go on to reserves in Namibia that's protected areas for them. Waar ze kunnen, komen de Van Vurens in actie. Zoals hier. Een kogel, afgevuurd door een stroper, heeft een neushoorn geraakt in een van zijn poten. Ze hebben hem onder narcose gebracht. Rudy's opleiding is erop gericht om mensen te genezen. Sterker nog, hij is de persoonlijke arts van de president van Namibië. Maar inmiddels heeft hij zich ook ontwikkeld tot een professioneel dierenarts, die op aanwijzingen van de lokale helpers weet wat hem te doen staat. Our hope is that the bone that was shattered by the bullet now forms callus. This new bone, and it forms an arthrodesis. In other words, that he can still use the foot. That would be the best outcome. So we hope for the best. Dan volgt het spannende moment van het uit de narcose ontwaken. Hoe zal de neushoorn reageren op de operatie? Zal hij met het gips überhaupt kunnen lopen? Together you have started this enormous project. Were you always interested in taking care of animals and to preserve nature? If you are Namibian and you've grown up here in Namibia, you want to fight to preserve this world that we live in. Because this is one of the pristine wilderness areas of the world, and we love our country, we love Namibia, and so both of us are just trying to protect what we have here in this country. Yeah. Marlice, I can imagine that it must be an extremely fulfilling life, isn't it? Yeah, we're very blessed to be able to wake up with the sound of lions roaring and jackal and birds. Have animals on the lawn and birds. And you're so close to nature that if you live like us, there's something bigger than us. There's a good side. So we have to fight for the good side. And for us, it's to try and keep it as good as possible. Op archiefbeelden is duidelijk te zien hoe close Marlice is, niet alleen met babybavianen, maar ook met de grootste dieren uit de Big Five. Can one say that your mission in life already started when you still lived in the farm of your parents? Yeah, I grew up with two parents that loved nature, and that was really, especially my dad, he was a conservationist by heart, a lot like Rudy, and my mum was, I'm a lot like my mum, a proper bunny hugger and just want to change every single animal's life. We sometimes struggle looking at the bigger picture because every individual is so important to us, but I think I started my mission the day I actually realized that I had a different upbringing than a normal kid. So I do think it was really set out from the beginning that this is what I was supposed to do. Maar ze had er wel de perfecte partner in crime voor nodig, Rudy. Rudy de alleskunner, prototype van de Homo Universalis. Hi, okay. Ons is bij blok 46. Kom, ek gee vir jou die koördinate. Suid 18, 72, 045, Oos 18, 64047. Hij is arts, topsporter, echtgenoot, vader en piloot. Ze zijn het ideale team als het erom gaat om dieren op te sporen die hun hulp nodig hebben. Er is het bericht binnengekomen van een gewonde olifant. Ze hebben hem kunnen traceren. Opnieuw is het meest spannende moment wanneer de verdoving is uitgewerkt. En u kunt zich het gevoel van voldoening en opluchting voorstellen als ze zien dat het gewonde dier zich weer bij zijn groep kan aansluiten. Als gezegd, Rudy is van beroep arts. Natuurlijk, hij praktiseert ook regelmatig waarvoor hij echt opgeleid is. Maar intussen heeft hij er dankzij Marlice een hele nieuwe patiëntenkring bijgekregen.
Je zou zeggen, Rudie en Marlice zijn een match made in heaven. Well, I just said you are a match made in heaven, aren't you? Marlice is the one that has the passion for animals. And she always has these ideas of how we can help in conservation and how we can help people. And then I have to find a plan to make it sustainable. So I think it's a good combination. She's really a bunny hugger. She loves animals. I'm not so much a bunny hugger, but I love nature. Yeah, but then the important question, how did you meet? Was it love at first sight? Yeah, I think for me it was for sure. And the fact that we're very competitive people and always look for a challenge in life. And when we met one another, I think he made his match. And I was a bit stadig, die blokke uit, as we in Afrikaans praat. I had to make the first move. He was quite slow. I come from a very conservative background, Ivo. Yeah, I believe you. But Marlice, I can imagine that you were also impressed by Rudy's macho behavior on the rugby field and by his bowling on the cricket pitch, weren't you? Of course, I've admired his sporting abilities and also Rudy was one of those people that there's a challenge. When I met him already, I thought he was somebody that had all these abilities and he was so gifted. But sometimes you do meet people with a lot of talent, but they just don't have the guts to pursue it and just to go for it. And I think Rudy's one of those people, nothing stands in his way and nothing is too big to accomplish. So that was the first thing that I fell in love with, and his positivity. He made me laugh, and there was always humor, and nothing is too much. And I think that keeps us going always on a daily basis. Voor Rudy moet het niet altijd gemakkelijk zijn om naast een zo ambitieuze vrouw te leven. Marlice and I got married 15 years ago. These baboons are the most effective, cheapest contraceptive method in the world. And after the 300th baboon that came through this bed, I said to Marlice, we need to make a plan now. So we bought this bed, 3 kilometers by 1 kilometer, and she sleeps on the western side of the bed, and I sleep on the eastern side of the bed, and I sleep alone. It's not that bad. No, after a long day with a lot of baboons and nappies and titty bottles and mealworms and feeding so many different animals, and get in bed in the evenings like this, I realize every day I'm blessed, because just to be able to do this with my family and share it with them, it's a privilege. Kan jy lekker slaap? Good night. Yeah, what we just saw is a perfect illustration of the fact that even at night, it's not always easy to live together. Yeah, everybody sometimes sleeps in our beds. Baboons, dogs, cats, everybody. So yeah, poor Rudy. He struggles sometimes. Voor de financiering van hun ambitieuze projecten zijn de Van Vurens aangewezen op giften. De stichting van de Nederlander Jan Verburg en zijn echtgenote Tineke heeft in feite de start mogelijk gemaakt van al hun activiteiten. En doordat zij zijn gegrepen door de ambities van Rudy en Marlice, zijn ze nog steeds enorm bij hun projecten betrokken. En er is nog iemand die hun werk met hart en ziel en een miljoenenschenking ondersteunt. Het maken van de film Beyond Borders, die zich voor een deel in Namibië afspeelt, maakte veel los bij Angelina Jolie. Sindsdien voelt ze een sterke verbondenheid met bevlogen mensen die zich inzetten voor een betere wereld. Marlice kende ze nog uit de tijd dat hij nog in de filmindustrie werkte. En toen ze elkaar hier weer ontmoetten, was ze zo onder de indruk van wat ze zag. Daarom koos ze ervoor om de foto's voor het 150-jarig bestaan van het blad Harper's Bazaar hier in Namibië te laten maken. Het werd een onvergetelijke fotoshoot. Bovendien geeft ze sinds het maken van die film 1/3 van haar inkomen uit aan goede doelen. Daarin past haar forse financiële bijdrage aan het werk van mensen als Rudy en Marlice. Financial support comes from the Netherlands, but also from someone like Angelina Jolie. Do you remember meeting her for the first time?
I met her, it's 20 years ago, it's roughly there. Met her on a film set, and I had to do a vulture on the movie called Beyond the Borders. And then she fell in love with the country. We just connected. Jan Verburg comes on a regular basis to Namibia. Does the same go for Angelina Jolie? Yeah, no, she comes a lot to Namibia. Oh, well, we hope lots more. But she does come to Namibia and her children and herself to see what we're doing and that she feels part of it. Because without her and investors like the Dutch people, we cannot do what we want to do and what we want to achieve. And we love achieving more in our country with more people like them. Angelina Jolie was dermate onder de indruk dat de Wildlife Sanctuary nu de naam draagt van haar dochter Shiloh, die in Namibië geboren is. En ze wil maar wat graag met Rudie op patrouille. Eind 19e eeuw leefden er nog ruim 100.000 jachtluipaarden in het wild. Tekenend voor de razendsnelle achteruitgang van de natuur op onze aarde is dat er nu nog maar 7.000 over zijn. Een kwart daarvan leeft in Namibië. Nog even en dit soort beelden komen alleen nog uit de archieven. Rudie en zijn team doen er alles aan om gewonde jachtluipaarden in leven te houden. Yo. Lekker katpipier rekenen. Maar waar ze redding kunnen brengen, is vanzelfsprekend hooguit in individuele gevallen. Okay. Straighten it up a bit. Pick it up. Let's get someone in the middle as well. There you go. That's better. It's not a sandwich. Talking about the cheetahs, do the mothers normally accept and understand that their kids need your help? Most animals, especially in the climate change problems that we have and that we're facing now in Namibia with the drought, you can see animals do come for help, especially when they have babies. It's that instinct of survival. And I think sometimes we lose that touch with animals, that there is a cry for help sometimes. And I do think those, especially the mum, she knew there was something wrong. I do think we've made the right decision to help her. Klimaatverandering wordt veroorzaakt door mensen en technologie. Heel opmerkelijk is dat Namibië zeer dun bevolkt is. Dat je er heel weinig technologische industrieën vindt. En toch ook hier zie je de dramatische gevolgen van wat de mens met de aarde aan het doen is. Rudie, it's clear that you can't do without the help from people from abroad. Yes, absolutely. People from the Netherlands has made a big impact in Africa. And I think if there are more people like our partners Jan and Tineke and these people, if there are more people like that that has a heart for Africa, it can make a massive, massive difference. You know, we are suffering from climate change here in Southern Africa. You guys won't know it because you're not here. It's terrible at the moment. Our drought is the worst in 180 years. There's no rain. People are leaving their farms. The economy is collapsing. Animals are dying. So we are asking people from the first world to get involved and help us here in Africa. We are struggling. So you can make a massive difference. Yeah. And do you hope that your children will follow in your footsteps? We really hope so. We won't ever force them, but I think we are Namibians, and Namibians are genetically predisposed to be conservationists because we are always close to nature, and our kids live like that. They don't wear shoes, they don't wear sunscreen when they go out, which is not a good thing, but
They just play, and they play, and they play, and they are, tonight here, they were just playing outside. And if you grow up like that, if you see animals every day, you see the weather, something in your brain connects with nature. And if you connect with nature, you want to preserve it. And I hope that's what will happen to them. Yeah. Well, a final very important question. Since you are a national hero in Namibia, are you still fit enough to serve your country on the rugby pitch? No, I'm too old now. I can't play rugby anymore. Well, Marlice and Rudie, thank you for being with us. Thank you very much. Thank you, Ivo. We appreciate it.